Hey guys, goed dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe voor de gamer. De PlayStation 4 kwam uit in 2013. 6 jaar later zijn er nog steeds dingen die je misschien nog niet wist over je PlayStation 4. De PlayStation community is ijzersterk en nieuwe dingen verschijnen in een rap tempo. Dat sowieso. Hier volgt een overzicht van een aantal dingetjes die je misschien niet wist over je PlayStation 4 in 2019. Gooi natuurlijk even een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. De vraag om naamsverandering is een bekend geluid binnen veel gaming communities. Dus heb jij bijvoorbeeld op een jongere leeftijd een naam als Sweetie Boy, 420 Dragon Slayer, iets in die richting aangemaakt en wil je een andere PSN naam die toch niet meer zo lekker klinkt? Nou, sinds 10 april kun jij op PlayStation je naam veranderen in iets moderners. Dus je kunt je naam veranderen door middel van de volgende stappen. Ga naar je PlayStation instellingen en vanuit daaruit ga je naar accountbeheer, accountinformatie, profiel, een online ID. En ik vind dat jij dan Sandy Beats eindelijk als naam moet nemen. Nah. Dus voer je naam in en volg de stappen om je naam te veranderen. De eerste keer dat je jouw PSN-naam verandert, is dit gratis. En wij zien dit als een leuk cadeautje van PlayStation. Hoef jij je niet meer te schamen als je de volgende keer bijvoorbeeld inlogt met een naam als Kusjeknuffel, Tine, Sweetie Boy, iets in die richting. En je vindt nog veel meer informatie over het veranderen van je PSN-ID op de PlayStation-blog. Check hiervoor de link in de beschrijving. PlayStation Now is een populaire abonnementservice en biedt de mogelijkheid om honderden games te streamen en te downloaden. Je hebt direct toegang tot meer dan 600 PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation 2 games. Van gouden oude tot moderne kastkrakers voor ieder wat wils. Ja. De PlayStation 2 en PlayStation 4 games kun je downloaden naar je console en dus ook offline spelen. Dat is wel super tof. Ja, dat is echt heel vet. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat je de games ook via je PC kunt spelen. Je downloadt gewoon de gratis PC-app, sluit de controller aan en het doet go. Er worden elke maand nieuwe titels toegevoegd, dus als je je PlayStation nou al een tijdje niet meer hebt gecheckt, zou ik dat zeker nu gaan doen. Titels die onder andere verkrijgbaar zijn, zijn de Uncharted-reeks, Bloodborne, The Last of Us, Until Dawn, God of War 3 Remastered, Heavy Rain Holy en nog shit. Veel andere games. Benieuwd naar hoe of wat? Check het link hier in de beschrijving. De PlayStation VR is een fantastische ervaring natuurlijk. Wij spelen het ook in de studio hier zelfs regelmatig met onze gasten. En het is echt wel een unieke beleving. Je zit echt in de game. Het is alsof je een beetje in een ander universum bent. Dat is wel echt super top. Ja. Wat je misschien nog niet wist, is dat er momenteel meer dan 200 games en ervaringen voor de PlayStation VR zijn. Dus dat is echt super snel gegroeid. Met games als onder andere Astro Bot Rescue Mission, die hangt hier trouwens ook achter ons. Ja. Ace Combat 7, Skies Unknown en Falcon Age ben je sowieso even zoet. Blood and Truth komt ook uit op 28 mei en met deze games haal je nog meer uit je PlayStation 4. Heel vet trouwens. Sowieso PlayStation VR is echt wat anders. Maar je hebt natuurlijk wel een PlayStation VR headset nodig. Je krijgt als PlayStation Plus natuurlijk toegang tot de online multiplayer functie, maar je krijgt hier nog veel meer extra's bij. Denk bijvoorbeeld aan extra korting op games in de PlayStation Store, 100 gig cloud opslagruimte, exclusieve skins voor sommige games en andere leuke dingetjes. Ga naar het menu van je PlayStation en check het PlayStation Plus logo voor alle extra's. Je kent die momenten misschien wel, je bent op school of buiten het huis en je komt erachter dat de game waar je al heel lang op wacht eindelijk beschikbaar is. Dat hebben we volgens mij allebei wel eens gehad. Ja. Maar je kunt de download van die game al starten van een afstandje als je je PlayStation in rustmodus hebt staan. Heel veel mensen weten dat niet, maar dan zet je die aan en dan is die al klaar zodra je thuis bent. En je PlayStation downloadt ook in de rustmodus, bijvoorbeeld firmware update, game update en het laat je controllers ook op. Dus dat is super handig. Zet hem lekker in de rustmodus, dan is alles klaar als je lekker thuis komt. Precies. Als je een leuke profielfoto zoekt voor je PlayStation 4, kun je de opties checken op je PlayStation. Maar je kunt ook op je PlayStation app gebruiken om je eigen foto's toe te voegen. Misschien wil je wel een screenshot van je laatste Battle Royale win. Oh, hell yeah. Of misschien gewoon eentje van je kat in je badkuip. Dat is ook wel leuk. In ieder geval superleuk om je PlayStation verder te personaliseren. Check sowieso de officiële PlayStation applicatie voor je smartphone en krijg direct toegang tot allerlei toffe features. Wist je dat je op verschillende manieren kunt typen met je PlayStation 4? Je bent natuurlijk de standaard manier van typen, dat is dat je letters aantikt met je linkerstick op je DualShock 4 controller. Beetje standaard, maar als je tijdens het invoeren van tekst op de R3 knop drukt, dan kun je gebruik maken van de motion control en dat gaat wat soepeler. Dan kun je dus zelf zo de letters aanwijzen. Ja, gaat wat sneller, ik gebruik het ook, dus check it out. Als je met je vrienden speelt is een headset bijna een must-have. Niet alleen voor de gezelligheid, het trollen en de gekkigheid, maar ook om je team op hoogte te houden en strategie te bepalen. Maar wist je dat je hier ook voice commands, dus stembediening, mee kunt doen? Op je PlayStation? Ja, heel erg vet. Als je mic-linkt met je controller, een headset met microfoon hebt of je PlayStation-camera aansluit, kun je door middel van je stem je PlayStation opdracht geven. Je zegt simpelweg het woord PlayStation en je kunt direct taken geven. Denk bijvoorbeeld aan homescreen, om naar je homescreen te gaan. Of je zegt PlayStation en daarna de naam van het spel om direct te gaan spelen. Mensen, bedankt voor het kijken. Gooi natuurlijk een duimpje omhoog op deze video en vergeet de notificaties niet aan te zetten als je op de hoogte wilt blijven van al onze nieuwe PlayStation video's en informatie. Vergeet niet te abonneren hier beneden en dan zien we jullie heel graag weer bij een volgende video. Check ook vooral nog even de PlayStation Store voor alle genoemde games in deze video. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer terug. Doei doei!